Hallo, ik ben Julie. Ik sta in de keuken van Eva VZ2 en Greenpeace heeft mij gevraagd om een snel, gezond en plantaardig receptje te maken dat in de lunchbox van de kinderen kan. Mijn suggestie is een lekkere boterham met champignonsalade. Wat heb je nodig voor de champignonsalade? Champignons, basilicum, zijden tofu, look, citroen en peper en zout. Ik ga beginnen met de champignons heel fijn te hakken. Ik ga een pan op het vuur zetten met wat vetstof. Ik ga de champignons erin doen. Ook kruiden met peper en zout. Het vuur uit. En dan ga ik dat erin een potje doen om af te laten koelen. Voor het tofu-mengsel ga ik 75 gram zijden tofu afwegen. Dat is een andere soort tofu dan de normale tofu. Die is iets vloeibaarder als je die mixt. En je kunt dat gebruiken voor gerechten als choppenmoes, veganijzen. Je kunt zijden tofu vinden in de betere supermarkt, in de biowinkel of in de Aziatische winkel. Ik doe er nog een beetje basilicum bij. Ik ga de look pellen en fijn snijden. Het mag een half teentje zijn, dat zal wel genoeg zijn, want rauwe look smaakt nogal hard door. Een beetje citroensap bij doen. Opletten voor de pitjes. Ik ga dat mixen. Dat mag een mooi glad groen mengsel worden. En als die look en die basilicum fijn is, dan is dat eigenlijk goed. Dan ga ik dat tofu-basilicum mengsel bij de afgekoelde champignons doen en dan ga ik dat roeren. Ik ga dat lekker uitsmeren op een beetje spelbrood. Voilà, klaar voor de kindjes. Ik hoop dat het smaakt. Voor meer recepten kunt je altijd naar de site van Eva VZ2 of van Greenpeace gaan.